zijn trotse eigenaren van een manege en dagbesteding voor mensen met een beperking gevestigd in Peins, Friesland. Al jaren kijken wij elke avond met veel plezier naar jullie programma en volgen wij alle stappen op de voet. Niet alleen kijken wij met veel plezier naar de avonturen van de inwoners, maar kijken wij ook met heel veel plezier naar alle lieve dieren die er rondlopen. Als dierenliefhebbers en eigenaar van een goedlopende manege zijn wij de gelukkige eigenaren van maar liefst 26 paarden en ponies. Een grote groep kippen, meerdere katten, 4 leuke honden en sinds 2 jaar ook een varkentje. Dit varkentje heet Babe en woont al 2 jaar alleen bij ons op de boerderij. Al enige tijd kriebelt bij ons het verlangen een vriendinnetje voor Babe te zoeken. Nu lijkt het ons fantastisch om Katie een liefdevol plekje te geven bij ons op de boerderij, waar ze samen met Babe een prachtig verblijf krijgt. Maar ook als Katie zich van haar eigen wijze kant laat zien en niet met Babe wil samenwonen, is dat geen probleem. Wij bieden haar een eigen plekje. We verzoeken jullie om het huisje waar Katie nu in slaapt mee te geven. Zo voelt ze zich sneller op haar plek. We hopen dat Katie zich bij ons thuis zal voelen en geniet van alle knuffels van onze kinderen en cliënten. Mochten jullie net zo enthousiast zijn als ons, dan zouden wij graag een datum afspreken om Katie op te komen halen. Met vriendelijke groet, medisch ponies op paradijs. Ze hebben een mailtje gestuurd met allemaal foto's. Ik heb die foto's nog niet bekeken, omdat ik dacht, ik ga eerst hier even mee heen. Mm-hmm. Maar het lijkt me wel goed dat we, voordat we zoiets definitief doen, dat we wel echt heel kieskeurig zijn. Niet dat de eerste, de beste persoon die een mailtje stuurt, gelijk natuurlijk Katie mee kan, mee kan krijgen. Even kijken naar de foto's. Ja, zeker. Ja. Er zitten echt heel veel foto's bij. Wel of niet? Ja, heel veel. Ja, ja. Kator. En het feit dat hij door is gekomen, zou ik het niet gelijk afschieten. Die de... Nee, zeker niet. Maar het is wel goed om kritisch te zijn. Ik schrok eerst omdat er stond dat er zoveel dieren waren. En dat... Nou, dat... Ja, tuurlijk. Het is, ja. Het is de bedoeling dat ze goed terecht komt. Mm-hmm. Ja, absoluut. Hey Ger, ja. De nieuwe gemasterde versie is binnen. Oh. Kom je luisteren? Ja. Heeft, dat hij doorgekomen betekent niet dat het Corrie hem zelf weer opnieuw ingezongen? Ja. Ja. Oké. Okay. Wat zei je, Mila? Dat hij door is gekomen betekent niet dat het door hoeft te gaan, yes? Nee. Nee, dat klopt. Ze zeggen wel een eigen plekje, maar bedoelen ze dan alleen een eigen slaapplek of ook een eigen plek om te lopen? En... Wat je dan zou kunnen doen? Nou. Kunnen Roos even bellen? Want Roos kan natuurlijk ook gewoon checken. Ja. Hm? Oh, dat ze erheen gaat. Oh, ja, Roos kan checken. Ja. Maar zou ze helemaal even... Het is wel helemaal in Friesland, hè? Dat is wel ver. Ja, dus anders betalen wij de reiskosten en eventuele andere kosten. Ja. Roos heeft ook een heel lief hart voor Katie. Mm-hmm. Ja, ik voel hem ook. Hè? Wie Marit, zouden we eventjes de foto's kunnen kijken van dat... Ja, natuurlijk. Wacht, 1 seconde. Mailtje. Oh, ben benieuwd. Ja. Nou, echt een leuke mail ook. Ja. Heel enthousiast. Is die afgehaald? Ja. Huh, wanneer? Gisteren. Waar was ik dan? Geen idee. Dat is dan samen, denk ik. Hok. Ja. Die warmtelampen al. Plekje. Dat is 1 plekje. Dat is denk ik. Als het goed is, als je naar rechts gaat, klikt. Nee. Moet ze 1 voor 1. Allemaal opslaan. Oh, dat is Babe. Dat is Babe. Allee. Oh, geur Babe heeft vlekjes. Oh. Ah. Nee. Oh, heel lief. Dit is een hok. Plekje. Oh, wel fijn, dan hebben ze meerdere plekjes. Een hok, een hek. Een heel groot grasveld. Dat ze doorheen lekker. Nou, oh, lekker. Maar dan kan ze wel lekker gras hoor. Ja, zeker. Oh, en Babe. Nee. Ah, dat is wel heel mooi. Nee, echt op... Ja. Ah, een hondje erbij. Omdat ze kan niet met andere varkens. Dan gaan ze elkaar vechten. Gaan ze ja daar, dus moet, daar moet je zit niet ik heel erg mee. Ja. Moet je niet willen. Het is heel erg leuk dat deze mensen een plekje voor haar hebben. Ja. Maar als ze losloopt,
en ze gaan alsnog vechten, dan... Ja, dan moet je niet winnen. Ja. Nee, maar dan zegt ze ook hè, van, joh, we zorgen gewoon dat ze een eigen plek krijgt. Ja. Ja, maar dat zeg maar, ik wil wel weten wat ze daarmee bedoelen. Want ze vragen om het hok mee te geven, maar bedoelen ze dan alleen een eigen slaapplek? Want het lijkt me niet dat je twee aparte grasvelden hebt. Nee. Waar ze kunnen grazen. En dan zijn ze alsnog wel samen, snap je? Ja. Ja. Dan zijn ze wel samen op het terrein. En ze hebben, er zijn honden ook. Snap je? Ja. Ik denk daarom oprecht, als ze bijvoorbeeld ook even een Roos vragen, of ze ook wil bellen met de mensen. We kunnen zelf ook bellen met die mensen. Ja. Of dat Roos even gaat kijken, misschien. Ja, zeg ook voor jou als ze... Ja, maar het is wel helemaal in Friesland, hè? Ja. Ik denk dat we beter eerst zelf eventjes kunnen kijken voordat we gelijk aan Roos vragen of ze erheen wil. Ik denk dat je gelijk heen, maar dat zij ook kan bellen met die mensen. Ik denk dat je met een gesprek al een stuk meer duidelijkheid krijgt. Ja. Maar wel leuk dat ze ons vragen of, of ze keertjes mogen hebben. Heel leuk. Superleuk. Als ze maar niet van inderdaad genoeg ruimte hebben. Zullen we bellen? Ja, ik denk wel dat het met dit soort dingen belangrijk is dat we kritisch zijn. Oh, zeker. Zomaar... Nee, moet je ook niet doen. Nee. Vind ik ook niet. Ik vind dat met dieren altijd een beetje... Weet je, je gaat er natuurlijk vanuit dat iedereen... het beste ermee voor heeft, maar ik weet niet. Het is wel Kate, hè? Kunnen we buiten? Ja, sorry. Beetje gehoord, toch? Ja, nee, ze moet wel echt op een plek dat je zeker weet dat het goed is. Hè? Ja. Maar waarom zou rondhangen? Ja, nee. Dat loopt helemaal rond, hè? We hebben, als je zeg maar op het internet gaat kijken, dan kan ze eigenlijk overal rondlopen. Het is eigenlijk net zoiets als wat jullie zelf hebben bij Utopia. Oké, want is het zo dat ze dan wel allebei op hetzelfde terrein lopen? Want Katie heeft in het verleden ook met andere varkens samengewoond en dat ging helaas niet zo goed. Nee, dat hebben we begrepen. Dus we hebben hun eerst apart, zeg maar. Ja. Daar hebben we ook foto's van gemaakt. Ik weet niet of jullie die ook hebben gezien. Ja, klopt, ik heb foto's. Ja, daar hebben we zeg maar een hekje tussen. Dus dan gaat Beep in haar eigen hokje en Katie komt ernaast. En dan laten we ze eerst aan elkaar wennen. Maar ze kunnen wel zeg maar net met hun snuitjes tussen elkaar aan het snuffelen. En dat is eigenlijk de bedoeling dat we dit eerst doen. Maar ja, weet je, ik heb 24 paarden. Ja. En daar leer je ook van als er een nieuw paard binnenkomt, doe je hem eerst met één paard even. En dan later zijn ze allemaal gewend en dan lopen ze met een heel koppel buiten. Oké. Dat klinkt allemaal goed. Ik ga, vind je prima als ik morgen erop terugkom, dan bel ik morgen Roos. Zij bezit de boerderij waar Katie vandaan komt. En dan ga ik advies nog eventjes vragen. En als Roos het ook helemaal prima vindt, dan kom ik erop terug. Ja, leuk. Met wie spreek ik nu? Met Frenny. Hey Fren, nou, hey, ik dacht dat ik Milene aan de telefoon zou krijgen. Nee, Milene. Nou, wat leuk. En Brennen ook. Ja. Ah, leuk. Nee, maar ik vind vanaf zeg maar moment 1 dat... Groetjes aan iedereen. Wat zei ze? Nou, ze slapen dus wel apart. Er zit een hek tussen. Dat hek, dat zag je ook. Ja. Wat zij doen is, zij hebben ook heel veel paarden. Die laten ze ook aan elkaar wennen. Dus dan slapen ze dus apart. Uiteindelijk is het net als het Utopia-terrein wel heel groot. Maar ze kunnen dus wel bij elkaar komen. Dus dat is even een puntje wat ik echt met Roos ga bespreken. Ja. En met dat slapen zegt ze gewoon, ja, wennen. En dat doen ze met paarden ook. Maar ik twijfel dus over Kate. Ja, hoe dat gaat. Dat moeten we echt even aan Roos vragen, want die heeft er ervaring mee. Ja. Dus ik wil niet hebben dat we haar straks daar plaatsen onder een mond van, nou, dan kan ze wennen en dat wij straks weg zijn en dat het dan toch niet werkt. Precies. Dat zou ik echt heel erg vinden, namelijk voor Kate. Precies. En ook voor die mensen natuurlijk, want dan moet je Kate hier ergens anders weer plaatsen. Dat is voor hun ook alleen maar rot natuurlijk. En voor Kate is het ook helemaal stressvol en zo. Dus ik dacht, het is nu al best wel laat dat we morgen Roos... Laten we morgen Roos inderdaad bellen, ja, dat is een goed idee. Dan bel ik haar morgenmiddag. Maar wel, ze was wel heel enthousiast, hè? Ja, ze was echt super enthousiast. En het is ook goed om dan even te vragen, want ze hebben het hier over... even kijken... manege en dagbesteding voor mensen met een beperking. En dat is ook wel even belangrijk om te vragen of Kate zeg maar daar ook mee kan. Omdat ze natuurlijk wel... Kate is en blijft de varken. En die is nog wel eens nukkig en berig, noem je dat toch? En... Ja, het is natuurlijk zoals Lotus ons heeft geleerd, met platte hand voeren en dat soort dingen. En niet in haar gezicht aaien. Weet wel, die mensen hebben al een varken, dus ze weten ook wel enigszins hoe een varken werkt. Ja, oké. Dus dat moeten we ook niet... En ze weten ook dat Kate eigenwijs is, dat stond ook in de mail. Ja, daarom. Ja. Dat zijn ze ook, dat hadden we wel meegegeven. Ja, precies. Ja.
Dus nee, we gaan morgen Roos even bellen. En dan, ja. En dit gewoon even helemaal voorleggen. En, ja, oké. Okay. Goed. Wel leuk voor Katie. Ja. Maar wel een beetje jammer hoor. Gaat ze gewoon verhuizen. Ja. Ja. Maar het hoeft niet hoeft gelijk. Ook nu niet gelijk. Nee, hoeft niet gelijk inderdaad. Maar ik schrok er inderdaad wel van. Ik dacht, oh god. Maar ik denk wel, er gaat een moment komen. Dat ook de geitjes weg moeten. Ja, maar ook als wij met zo weinig man zijn. Je merkt nu, Katie krijgt wel ietsjes minder aandacht op de dag. Ja, zeker. Sinds Adriaan weg is al, hè. Ja. We proberen het wel op te vullen met z'n allen. Maar het is natuurlijk alsnog wel... Als elke keer weer iemand weggaat die haar een ei over de bol geeft over een dag. Ja. Je mist ze ook.